Deze nieuwsuitzending is op een sabbat. En op een sabbat gaan we niet werken. Het is helemaal in die zin geen nieuwsuitzending. Want het is sabbat. Ik ga vandaag Bijbel lezen. Ik had het willen doen met Jörg Gliesman. Aber er hat kein Zeit. Hij heeft het echt druk, dus geen punt. Ja, dan maar in mijn eentje. En Jörg is een kritica. Dus ik hoop dat ik het maar helemaal goed doe. Want we gaan voorlezen uit de Koning Jacobus Bijbel uit het jaartal 1611. Het is momenteel 2018. En 2018 min 1611 is, hoeveel is het ook alweer? Volgens mij 407. Ja, pin we er niet vast. Altijd je eigen onderzoek doen. En pak je rekenmachine er maar even bij. Dus 2018 min 1611 is. Ik denk dat dat komt te staan 407. 400 jaar oud. En letterlijk. Ik heb de Koning Jacobus Bijbel hier online. Ik heb ook een real life version. Die ligt achter mij. Maar dat is een mooie. Ja, hij is heel mooi. En heel compact. Erg kleine lettertjes. Het is handig als je bijziend bent. Maar daar ben ik niet. Dus ik heb lekker mijn computer. Met grote letters. Ja, in de King James, om het uit te leggen waar het over gaat, is dat er gewerkt wordt met twee typografieën, namelijk het normale en het schuinschrift. Daar kom ik zo dadelijk op terug, wat dat betekent. En die andere is dat er gewerkt wordt met kleuren, zwart en rood. Een beetje kleurenblind. Pak even die andere erbij. Het doet licht en laat zien. Doe ik deze eventjes dingen zo. Zo. Wat ik vandaag heb uitgekozen, dat is Matthäus. En daarvan het verhaal over de man met de wijngaard. Het verhaal over de laatste zullen de eerste zijn. Oh, kijk, hier kan je het mooi zien. Ja. Ik ga het hier niet over hebben, maar even om uit te leggen over die kleuren. Dit is Matthäus en dan hoofdstuk 19 en daarvan vers 4. En he answered and said unto them, comma, en dan komt er rood. Je ziet mooi het verschil. Dus, and he answered and said unto them. Dat heeft Jezus niet gezegd. Dat zeg je niet. Over jezelf. Dat is gezegd door een ander. Dat is een beschrijving van een situatie. En dan komt de letterlijke tekst. Have you not read that he which made at the beginning made them male and female. Dus je hebt zwart en je hebt rood. En staat hier, heb je dus ook nog rood in schuinschrift. Dus dat mag je ook zeggen, ter verduidelijking. Have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? Maar die them mag je weglaten. Het stond er niet. Het is toen eraan toegevoegd om het wat leesbaarder te maken. Want dit is de Engelse vertaling van de Scriptos Receptos. Oftewel het woord van God. En de Scriptos Receptos, dat is opgesteld in
in die tijd, dus heb je het over best wel lang geleden hoor. Dat begon voor onze jaartelling al. Dat was Hebreeuws en Grieks. En die talen zitten iets anders in elkaar. Ik heb een mooi boek gelezen van Douglas R. Hofstadter. Ik zal het er even bij pakken. Le Tombeau. Le Tombeau de Marot. Daar staat hij al. Erg mooi boek. Le Tombeau de Marot. De grafsteen staat hier. De Le Tombeau de Marot. Dat betekent de mooie taal, de mooie toon. Le Tombeau, Le Ton. En beau betekent mooi. De Marot. Er staat ook Le Tombeau, de tomb. En vandaar dat op die kaft zo'n grafsteen staat. Ja, je hebt precies, hier staat het. Le tombeau means the beautiful tone. Or the sweet tone. En hier staat het andere, le tombeau. Het is erg lastig om iets netjes te vertalen. Daar gaat dit boek over. Ik ben ervan overtuigd dat, om het af te ronden met Douglas Hofstadter, het gaat hier over de vertaling van een gedicht. En dat lijkt mij erg moeilijk. Even kijken of ik hem even erbij kan pakken. Toelichten. Waar staat dat gedicht? Ik heb het boek weggegeven. Anders. Echt, wat een dubbelzegging zeg. Bah, Perry. Ja, ik wil dat gedicht. Hoe heet het ook weer? Ma. Ik pak hem er even terug hoor. Die erbij staat. Dit is op Amazon. Kan je hem kopen? Okay. Kost dat ding eigenlijk? Jeetje, wat duur. Een Bijbel, dat kost je €7,95 als je mazzel hebt. Helemaal nieuw. Maar waar staat het gedicht? Ja, goed, dat kan ik dus niet vinden. Het is een heel mooi gedicht, maar het is een gedicht en dat kan je niet vertalen. Waar we nu naar kijken, wat ik dus ga voorlezen, dat is taal. En taal is iets anders als een gedicht. Een gedicht is een grap. Of een... Ja, je maakt bijvoorbeeld een schilderij, doe je met olieverf en kan je dat namaken met aquarelkunst. Ja, dat kan wel, maar het is niet hetzelfde. Maak je een bouwtekening en die heb je opgetekend met zo'n hele dure pen. En iemand anders die maakt er een kopie van met een potlood. Ja, dat is net zo goed. De vertaling van de taal die om de werkelijkheid heen zweeft. Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Verleden week ben ik door een ruimteschip ontvoerd. En sindsdien voel ik me niet zo goed.
Ja, vertaal dat maar eens op zijn Frans. Of Spaans. Dat kan je niet vertalen. Die boodschap die erin zit. Die boodschap die in een gedicht zit, die zit er onderin. Dat is een subversieve boodschap. Met een knipoog. Dat kan je laten lachen. De Bijbel is niet om te lachen. Als je tegen iemand zegt, Piet heeft tante Gerda vermoord. Ja, die zin is prima te vertalen. Geen vertaalprobleem. Ik weet ook dat er een ICT-business is gemaakt om het probleem van die handleidingen op te lossen. En degene die de handleiding schreven, die schreven een bepaald soort Engels. En dat kon door de computer vertaald worden in mucho. Spaans, Frans, Hongaars, Fins. En dan moest je correct schrijven. Dus je kon, als je voor die firma werkte, en er werkten Nederlandse mensen, want ik heb iemand gesproken die daarbij werkte. En Nederlandse mensen moesten dat Engels. Geen gekke poëtische constructies. Want dat als je dat gaat door een computer laat vertalen, dan krijg je de meest belachelijke frasen. Als je je houdt aan het strakke, was vanuit de company werd het gedicteerd, dan zou het vertaalbaar zijn. Dan is het nog maar hopen of het goed overkomt natuurlijk. En wat ik makkelijk vind is om deze erbij te pakken. Ik denk dat dit een goede vertaling is. Dat is niet door een computer gemaakt. De vertaling waar je nu naar kijkt, dat is gemaakt door een team van 50 mensen. Wat ik mij heb laten vertellen. Ik heb het gezien of gelezen op internet. 50 mensen. En deze vertaling, dat is de bombshell onder wat ze dan noemen de nieuwe wereldorde. Tegenwoordig, ze veranderen zichzelf steeds van naam. Ja, we zijn niet langer, nee, we zijn nu zus, we zijn de nieuwe wereldorde. Yep. Het was gewoon de oude wereldorde, hè? Jongens en meisjes. Nou, wat ik nou wil gaan voorlezen, Rut, is Matteüs 20. Dit is een parabel. Deze heb ik gelezen toen ik 12 was. En ik sloeg stijl achterover. En ik heb hem gelezen in een NBG-vertaling. Nou, een hele hoop rood zat er dus. Het is allemaal rood, allemaal rood, allemaal rood. Oh, dit is allemaal. Oh, dit begint gewoon. Ja, precies. Ik ben niet kleurenblind. Het begint al gelijk met rood. Dit is zo'n goed verhaal, jongen. Kan je zeggen, ja, ik kijk liever naar Netflix. Want daar krijg ik ook allemaal gedachten van. Ja, maar wat voor gedachten krijg je daarvan? Van Netflix? Nee, die katholieke beelden te kijken. Ja, maar de natuuropname bij Netflix, dat vind ik wel tof hoor. Want je hebt die katholiek, die heet Mel Gibson. Nou, die heeft een film gemaakt en die heet Apocalypto. Een hele mooie natuuropname. Ja, is ook zo. Dat heb ik ook tegen mijn dochter gezegd. Van, we gaan lekker naar deze film kijken. Pas op, het is katholieke beelden. Maar kijk naar die natuur. En een beetje het verhaal. Het verhaal is flinterdun, maar
om die film Mel Gibson, spoiler alert, even uit te leggen. Het ging als volgt. In Zuid-Amerika, daar was een heidens volk. En toen kwamen de Jezuïeten. En bleven de kinderen in leven. Dat is de hele film. Meer niet. En tussendoor krijg je de zwarte panter en een giftige pad en heel veel actie en rennen. Dan gaan we ook nog speer werpen. En iets met zonnevereering, ja, dat doet het ook altijd wel leuk. Oh ja, en mensen, hoofden worden eraf gehakt. Maar dat is allemaal spielerij. Het gaat om de boodschap. Als je me niet gelooft, kijk die film even na. Neem er een kopje rooibos thee bij. Kan ik daarna ook nog een bespreking houden over Braveheart. Dat is ook van Mel Gibson. Dat zijn flinterdunne verhalen. Ja, natuurlijk. In Zuid-Amerika, daar waren allemaal heidenen, pagans. En de Jezuïeten, die kwamen daar vrede stichten. Adolf Hitler, die zag in dat al die Joden, die maakten ruzie onder elkaar. Dus dan heeft hij al die Joden netjes in een kinderdagverblijf gestopt. En dan had hij heel mooi verdeeld hoor, over Duitsland en Polen, overal kinderdagverblijven. En toen heeft hij vrede gesticht onder de Joden. Noem het maar mijn taalstoornis. Het maakt mij niet uit, je kan mij niet beledigen. En als je me wel kan beledigen, dan zou je niet met mij horen te praten. Of ik niet met jou, want dan ben je mijn leraar. Nee, je kan me niet beledigen. Onmogelijk. Een steen kan mij ook niet beledigen. En chimpansees ook niet. Oké, nu zijn we echt uitgelachen. De connectie die katholieke kerk heeft, de tekst, de Scriptos Receptus, ja, gebruikt als een politiek instrument. En dat mag je niet doen. Dat is absoluut verboden. Dat heet de eenheid van kerk en staat. En dat doen we niet. Dit boek, dat is van ons. En niet van de katholieke kerk. Echt naar wat ze gedaan hebben. En erg dom ook.
En ik weet hoe hun gedachtegoed zit. Want ik ben op de katholieke universiteit geweest toen ik 40 was. Ik weet hoe ze denken. Ik weet hoe denken zit. En zij krijgen hijsa. Dus Armageddon, dat is wat ze gaan krijgen. Nou, je ziet het ook bij de uniformen van de politie. Die zijn van kleur aan het veranderen. Vroeger hier in Nederland had de politie een blauw uniform. Dat was angstaanjagend genoeg. Tegenwoordig hebben ze zwart en geel. Maar dat komt omdat zij wel voelen wat ze gedaan hebben met ons, die zogenaamde heersers, een soort politiestaatachtig 1984 van George Orwell of Brave New World van Aldous Huxley. En George Orwell is een pseudoniem, die man heette Blair. En daarmee hebben ze het volk een Sodom en Gomorra attitude door de strot geduwd. Ja, wat krijg je dan? Jij stomme heerser, als ik even namens de heren mag spreken. Want ik weet zeker dat er een eigenaar is van deze soepzooi. Deze oersoep. Deze beschimmelde bol. Iets waar Mars of Venus of Mercurius, laat staan Saturnus, geen last van heeft. Want die zijn onbeschimmeld. Nou, deze bol is beschimmeld. Daarom is deze bol ook geen planeet. Maar een aarde. Want er zitten schimmels op. Rara, waar komen die schimmels vandaan? De wijze van inzicht is afstandelijkheid. Zolang je in de soepzooi zit en je lot beklaagt, of dat je denkt dat je beter bent dan een ander, ja, niks dus. Het inzicht zit in afstand nemen van de soepzooi. Christus Jezus heeft gezegd: wees als een voorbijganger. Kieken naar mag, maar aankomen niet. Ja, maar dat betekent dat ik dus niks mag doen. Je mag allerlei dingen doen. Als iemand aan jou vraagt, kan jij de pergola repareren? Want ik heb een tuinfeest ergens in juli. En wanneer schikt het je? Ja, natuurlijk mag je dan de pergola repareren. Je mag wel werken. Maar je werkt niet voor geld. Je krijgt wel geld betaald. Maar het is jouw geld helemaal niet. Je bent een deelnemer. In een groot geheel. En je werkgever die is hier niet op aarde. En dan kan de paus wel zeggen van, joh, ik ben de vicarius Christus. En jullie weten niet wat ik zeg, want ik praat lekker geheim Latijn. Vicarius Christus betekent Vicar of Christ op zijn Engels. De plaatsvervanger. De Stellvertreter op zijn Duits. De vertegenwoordiger.
Jezus, wat een eikel is dat, hè, die paus. Ik ga nu geen lachaanval krijgen, maar ik wil er wel even bij stilstaan. Maar waar haal je het vandaan? Je hebt de Scriptus Receptus. Dat creëerde anarchisten bij de vleet. Overal ontstonden gezinnen, families, clans. Alle vrouwen waren zedig gekleed. Alle kinderen happy, die leerden lezen. Hebreeuws of Grieks, maakt niet uit. Al die vaders waren al lang blij. Dat ze lazen. Dat was onze redding. En ze hebben ons boek afgepakt. En een copyright de katholieke kerk opgezet. Het heeft een partij doden gekost, dit boek. Het gaat richting de 500 miljoen. En dat heeft mensen ertoe doen overtuigen dat het de schuld is van dit boek. Het is de schuld van de Joden. Nee, het is de schuld van Babylon. Dat moeten wij goed zien. Het punt is dat als wij niet begrijpen, dan heeft de Heere Heere, de Lord Lord, niks aan jou. Oh, maar dat zie ik anders hoor, want ik ben katholiek, of Mohammedaan, hoe noem je dat? Want dan ga ik op pelgrimstocht en dan ga ik naar, wat doe ik ook weer? Oh, dan ga ik naar Fatima dinges. En dan komt alles goed. En ik hou me aan carnaval, of hoe heet dat, Ramadan. En ik weet zeker dat het klopt. Het punt is, je hebt totaal ongelijk. Volgens dit boek. Ah. En ik ben van dit boek. Je mag mij het allerliefste vermartel mij maar. Maak me maar een martelaar. Dan luistert er misschien nog iemand ooit nog naar mij. Want zolang je denkt van ja, Perry, er is iemand die is geboren met een gouden lepel in zijn anus. Dus die heeft altijd alles makkelijk gehad. Dus de Jode, die is gelukkig dood gegaan. Nou, misschien moet ik wel ongelukkig dood. Dat was het idee van Christus Jezus. Dat hij hard moest brullen. Totale anarchie, lieve mensen. Wij zijn allen gelijk. Egalitarisme. En hou op met naar Koninginnedag te gaan. Tenzij je daar een handeltje uit kan slaan. Of dat je een hele leuke vriendin hebt. En dat je zegt van kom meisje. Neem mijn handje. We gaan lekker wandelen. Een stippel een wandelroute uit. En hou die treinen in de gaten met Koninginnedag. Want die lopen vast. Dan vallen ze uit, maar dan neem je een Airbnb. Je mag voor mij van alles doen. En wees gelijk onder elkaar. Anders ga je naar de kut. Om het maar even op z'n Brabants te zeggen. Of je gaat naar de kloten. Dat is ook Brabants, denk ik.
Nou, nu gaan we lekker voorlezen. Dit is zo mooi. Ik ga dit voor het eerst lezen in het Engels. Ik heb het helemaal niet voorbereid. Ik ken het alleen maar in het Nederlands. En dit is Matthäus hoofdstuk 20 en begin ik met vers 1. For the kingdom of heaven is like unto a man, an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. Omdat het koninkrijk der hemelen. Ja, er is een vraag gesteld aan Christus. Want dit is Christus aan het woord, hè? Ze vroegen hem: wat is het koninkrijk dan? Nou, zei hij: het koninkrijk van de hemel is als een man, een eigenaar, een householder, die ging uit vroeg in de ochtend te huren werkers naar zijn wijngaard. Dat staat er letterlijk. En nu kan je wel voorstellen het beeld. Dus er is een koninkrijk van de hemel. En dat is net als een man met een wijngaard. En die heeft werkers nodig. En hij ging vroeg in de ochtend. Ik zou zeggen naar de markt. Maar die man met die wijngaard, die ging naar buiten om arbeiders te huren. To hire. Zeg, wil je eventjes voor mij komen werken? Ik heb geld hoor. Je get the plan? Ja? Het is alleen maar het eerste vers. Dat je goed beseft wat hier beschreven wordt. Want als eerste moet je gaan beseffen dat er dus een man is met een wijngaard. En die heeft helemaal geen arbeiders. Ja, dat is mooi, lekker. Hij heeft heel veel te doen, maar geen werkers. Dus hij moet werkers hebben. Dat is wel vreemd, vind je niet? Dit klopt niet. Dit is niet in het echt. Als jij de poen hebt om in Frankrijk een wijngaard te beginnen, ja, dan maak je gelijk een dealtje met de lokale bevolking. Voordat je die wijngaard koopt, voordat je de eigenaar bent van zo'n wijngaard, heb je al overleg gehad. Je gaat niet zomaar een wijngaard beginnen en dan denken, oh jeetje, ik ben helemaal vergeten dat er allemaal mensen moeten komen om te werken. Nou, dan ben je een domme ondernemer. En het tweede is dat het gaat hier niet over een echte man. Het gaat hier over het koninkrijk der hemelen. Staat in mijn NBG. Kan ik het er even bij pakken? Staat de vertaling? Wat daar dan staat. Echt super interessant voor jullie. Maar dat kost een paar seconden. Maar dan heb je ook wat. Even kijken hoor. Dus pak je Matthäus. Even de dingen erbij pakken. Dat was 20. Matthäus 20. Wat staat hier? Ja, hier staat het echt mooi vertaald. Een beetje uitvergroteren. Jullie kunnen meelezen. Is de Statenvertaling. Waarvan ik uit Bijbels... Bijbels betrouwbare bron. Want die NBG, daar is mee gevoeteld. Daar hebben ze wat mee gedaan. Maar deze schijnt goed te zijn. Ja, dit vind ik prima. Nou, hier staat... Want het koninkrijk der hemelen...
als een hemelen is gelijk een heer des huizes die met den morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. In zijn wijngaard. Wat staat hier dan? Ja, into. Ik vind namelijk niet... in zijn wijngaard kan het natuurlijk ook. Hij ging uit. Om mensen in te krijgen. Zo moet je het zien. Het koninkrijk der hemelen is een verblijfplaats. Per definitie. Het is een koninkrijk der hemelen, dat is een plek waar je bent. En dat wordt gelijkgesteld aan een praktische situatie. Dit loopt spannend af, man. Dan gaat Jezus verder. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. Dat is in het Nederlands. En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. Dat volg je nog, hè? Weghalen, dat scheelt een hele hoop geklik. Dan komt vers 3. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. Yep. Even kijken, dan heb ik hier zo'n pop-upje, maar dan trekken we niks van. Ah, ga weg. Moet ik contact opnemen met deze mensen? Overnieuw. Matthäus 20. Ga ik zo. Ja, oké, dan gaan we terug. Ja, hij is weg. Vers 3 op zijn Nederlands. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren, zag hij anderen ledig staande op de markt. Maar dat volgen we nog. Vers 4. And said unto them, go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. Op zijn Nederlands staat de vertaling. En hij zeide tot dezelfde, dubbele punt, gaat ook gij heen in den wijngaard, en wat zo recht is, zal ik u geven. En ze gingen. Dus hij was eerst gegaan en had nog meer mensen nodig. Dat wordt spannend, hè? En vind je het gek? Je hebt een wijngaard gekocht. Het universum. De wereld. En je had nog geen arbeiders. Ja, dan komen we in problemen. Lijkt je niet? Krijgen we vers 5. Again he went out about the sixth and ninth hour. En did likewise. Op zijn Nederlands. Wederom uitgegaan, zijnde omtrent de zesde en negende uren, deed hij desgelijks. Dus hij deed hetzelfde. Dus hij ging als eerste. Dan heeft hij mannen gekregen, dus arbeiders, laborers, arbeiders staat hier letterlijk.
Hij ging nog een keer. En hij ging nog een keer. En hij ging nog een keer. En hij heeft hetzelfde gedaan. Dit wordt spannend. Dan krijg je vers 6. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and saith unto them, why stand ye here all the day idle? De Nederlandse vertaling. En uitgegaan zijnde omtrent de 11e uren, vond hij anderen ledig staande en zeide tot hen, dubbele punt, wat staat gij hier den gehele dag ledig? Ja, dat is even een lekker probleem, hè? Wat ga je daartegen zeggen? Die man heeft die wijngaard. Die sterft van het werk. En mensen doen helemaal niks. Dan mag je toch een vraag hebben. Nou, dan komt vers 7. They say unto him, because no man hath hired us, he saith unto them, go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, ye receive. That whatsoever is right, shall ye receive. In het schuinschrift staat er that shall ye receive. Op zijn Nederlands. Vers 7. Zij zeiden tot hem, omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, dubbele punt, gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Vers 8. So when even was come, the Lord of the vineyard said unto his steward, call the laborers and give them hire, beginning from the last unto the first. Vers 8 op zijn Nederlands. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. Wauw, man. Vers 9. And when they came that about the 11th hour, they received every man a penny. And when they came that were hired, er staat er in schuinschrift tussen, they came about the 11th hour, die kregen als eerste hun loon, hè? They received every man a penny. En op zijn Nederlands staat hier. En als zij kwamen, die ter 11e uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. Vers 10. But when the first came, they supposed that they should have received more. And they likewise received every man a penny.
op zijn Nederlands. En de eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden. En zij zelven ontvingen ook elk een penning. Ik weet precies hoe dit in elkaar zit. Erg mooi. Om eventjes een korte pauze te houden. Maar er is een man en die is dood. Die is vergiftigd door de Amerikanen. Die had heel veel respect voor dit woord. Is vergiftigd eind jaren 80 of zo. Die kwam uit India. Was een filosofie, hij was filosofieprofessor als beroep. En toen is hij, ja, heeft hij daar geld van gemaakt. Op een, hij heet Bhagwan. Eigenlijk heet hij Osho. Die heeft heel veel respect voor deze tekst. Die weet precies waar het over gaat. Vers 11. And when they had received, they murmured against the goodman of the house. Hoe is dit vertaald? En dien ontvangen hebbende. En dien ontvangen hebbende. Dus die de eerstkomende. Dus die frase dien. Deze. Die slaat op deze frase. En dien ontvangen hebbende. Murmureerden zij tegen den Heer des Huizes. Saying. Weer eens voor Engels, King James. Saying, these last have wrought 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. Zeggende, dus vers 12 op zijn Nederlands, zeggende, deze laatste hebben maar een uur gearbeid. En gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben. Je voelt hem al komen, hè? Krijgen we nu vers 13. Ik kom hier alvast even te selecteren. Op zijn Engels. But he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Op zijn Nederlands. Doch hij antwoordende zeide tot een van hen, Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Dan gaat het nog even door, dan pakken we tot en met vers 16 en dan zal ik hem uitleggen waar het over gaat. Vers 14. Take thine and go thy way. I will give unto this last even as unto thee. Op zijn Nederlands. Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven gelijk als u. Vers 15. Is it not lawful for me to do what I will
with mine own. Is thine eye evil because I am good? Op zijn Nederlands. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? En dan komt de conclusie. So the last shall be first, and the first last. For many be called, but few chosen. Op zijn Nederlands. Alzo zullen de laatste de eersten zijn, en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ja, hier kan geen New Age tegenin. Dan kan Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, die heeft dit soort teksten niet opgeschreven. En dit gaat heel diep. Die, waar dit over gaat, is dat er is maar één probleem en dat is materialiteit. Of atheïsme, of zieligheid, of communisme. Of, Adolf de vioolspeler komt eraan en hij heet Mark Rutte, allemaal oprecht staan. Dat is het probleem. En dan werk je voor de materie. En dat moet je niet doen. Dat is een slecht idee. Dan doe je namelijk helemaal niks. Er is maar één werkgever. En ja, dan moet je naar zijn koninkrijk gaan. Als je naar zijn koninkrijk gaat, het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes. Ik ben daarvan overtuigd dat het klopt. Als je God ziet, als je God inziet, dan denk je, gadverkeertjes, ik mag wel eens aan het werk. En je krijgt ervoor betaald. En jij aan het werk voor God? Nee, voor het koninkrijk. Nee, dat is een, nee, de heer des huizes, dat is dus God. Dus het koninkrijk, dat is een man. Het gaat echt heel diep. En dat is ook zo. Ik ken allerlei mensen, die maken zich ongelooflijk druk over... Ja, ik moet morgen om weer de file op de A12. Er moet een autootje bij. Nou, wat druk. Dag lief. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Hoe laat zal ik bij jou zijn? Ja, ik dacht na zessen. Is dat... Zo laat? Ja, ik eet wat laat graag. Ja. Nee, oké. Of misschien 5 uur, zo? 5 uur, gewoon 6, 5. Ja, zullen we dat doen? Ja. Wat zal ik meenemen? Gewoon witte wijn weer? Ja, en wat jij drinkt, ik weet het niet. Ja, ik neem wel wat mee voor mezelf. Ik zit echt kloten met geld, geloof me, ik lig niet. Nee, geen probleem. Oh, wat lekker. Alles om de pasta te maken. Ja. Hey, hartstikke leuk, Poep. Ja, super. Ik ben benieuwd. Ja. Ik heb bij Kroaten gevonden een recept, maar die recept maak ik ook toneen zo. Hè? Precies hetzelfde. Ah. Ja, en lijkt me hartstikke lekker.
Ik ben benieuwd. Ik ook, hè. Is je dochter er dan ook? Aha. Ik zal het maar kunnen liggen tegen haar. Aha. Want als ik hoor dat het krap is, eet ze niet. Oh, okidoki, geen probleem. Maar als ze is... genoeg restanten, ja. Ze heeft wat te eten. Ik ga me helemaal niet bemoeien. Ik denk dat zij wel... Maar goed, ik heb nog een cadeautje. Oké, okay, maar leuk. Ja. Ja. Er is dit, er is dat. Leuk, dan gaan we lekker kletsen. Hé, hey, schat, dan ga ik je nu al hangen en dan ben ik zo dadelijk bij jou. Ja? Ja, oké, okay. Straks kunnen wij misschien een film kijken, ik weet het niet. Ja, wat ik wil. Ja, maakt niet uit. Er zijn 3-4 programma's waar je kan film kijken. We zoeken wel wat uit. Lieverd, tot straks, doei! Ja, dat is vaker zo. Dan ben ik bezig met een uitzending en dan belt mijn kennis. Ze gaat voor mij koken. Maar terug naar het onderwerp. Waar het over gaat, is je onthechting van de materialiteit. En het hechten aan je denken. Dus omgaan met gelijkgestemden is erg belangrijk. En daarnaast moet je omgaan met degenen die niet gelijkgestemd zijn. En dat is moeilijk. Die mensen werken niet. Je dient gelijkgestemd te zijn. Er is maar één geloof. En het heet geloof. En meer niet. Ze kan er niks aan doen. Osho, Bhagwan, die spreekt over hetzelfde. By the way. En respectvol over de Bijbel. Die zegt hetzelfde. Waar hebben we het over? Je hebt die onthechting van je materie. De onthechting van de vrouw is dat ook. Porno, om even door de koe bij de horens te pakken, dat is materie. Dat gaat over mater. Over vrouwen. De mater is moeder, is Latijn. De verering van de vrouw. En vrouwen zijn helemaal niet te vereren. Ze ruiken lekker, of ze hebben een, je kan er allemaal beelden zien. Maar dat is een buitenkant. Als je daarvan loskomt, dan ga je aan het werk. Dan kom je tot je spiritualiteit, zou ik zeggen. En het loon wat je krijgt, dat is hetzelfde. Of je nou vroeg begonnen bent of laat. Het loon is hetzelfde. Dus 1 penning. Meer is er niet. Je kan niet zeggen, ja, ik ben al heel lang geleden begonnen met spiritueel bewustzijn. En jij bent een nieuwkomertje. Dus ik vind dat jij minder loon hebt dan ik. Nee, dat is dus niet zo. Het is hetzelfde. Namelijk een penning. Oftewel niks.
Of Bill Gates, die schijnt dan de rijkste man ter wereld te zijn. Wat ik helemaal niet geloof. Maar Christus Jezus had geen geld. En daar moeten wij naartoe. Je hebt dat valse geldsysteem, wat we nu hier in Nederland hebben en in Denemarken en Duitsland en Engeland. Allemaal gevoeteld met briefjes. Dat is geen loon. Dat is een vies, vuil spelletje. En dan hebben ze ook nog affaires zoals met Joris Demmink. Die dan kleine jongetjes gewipperd zou hebben. Eén ding wat ik zeker weet. Ik zet 100 euro in tegen 1 euro van jou. En die euro van jou is van mij. Dus ik doe 100 euro op tafel. Jij 1 euro. En dan gaan we wedden. En de weddenschap is, krijgt Joris Demmink meer euro's per maand dan Perry Winkel. Maar ik zeg ja. En waarom eigenlijk? In die wereld zitten wij. En dan moet je van weg. Om met kappen. Ophouden. Die vriendin die ik net aan de lijn had, die heeft geen cent te makken. En ik ga zo dadelijk een heerlijke salade krijgen. En pasta met krab. En ik weet waarom zij pasta met krab maakt. Zij zegt subversief, sorry. Als je het niet ziet. Is het leven zo lief? Dan accepteer je dat. Je gaat met elkaar om en je verwijt elkaar niks. Je bent onthecht van die meuk. Ik ben al lang blij dat er iemand van mij pasta gaat koken. En dan zie ik de dochter ook weer eens. Zo geinig. En God, die mag je wat mij betreft noemen de grote klootzak. Geen enkel probleem mee. I don't care. God houdt van ons. Je kan de wereld ook zien als een aquarium. En wij zijn allemaal visjes. En wij moeten er mooi uitzien. En lekkere dingetjes doen. Ja? Je bent mooi van jezelf. En dan ga je ook leuke dingetjes doen. Als jij een visje in het aquarium bent. En je gaat op je rug liggen. Ja, dan gaat God je eruit vissen. En dan denk je, ja, dode vis. Ja, maar een beetje mooi in de rond blijft zwemmen. Dan gaat God ook denken, oh, een beetje eten erbij. Oh, wat mooi. God kijkt naar ons. Hij houdt van ons. Ja, maar hoe zit het dan met de oorlog in Irak? Dat zijn die katholieken. Die een appeltje te schillen hebben met God, hoor. Of, ja, hun leider is Satan. Het is allemaal niet zo moeilijk, hoor. Maar de leider van die lui, dat is Satan. De gevallen engel. En de gevallen engel, dat is de mens die besef heeft van de spiritualiteit en dat gebruikt voor geldelijk gewin. En dan doe je echt je kont in je anus. Om het maar even zo vrolijk mogelijk te zeggen. En Satan is niet de baas. Satan is de hooguit de stelvertreder, de vertegenwoordiger, de gevallen engel. En je hebt geen relatie met Satan,
die kan je niet kennen. Dan kan je hooguit medelijden mee hebben. Sympathy for the Devil is een nummer van de Rolling Stones. En je werkt niet voor Satan. Dat kan niet. Want wij zijn kinderen van God. Wij oordelen over de engelen. En Satan is een engel. Dus wij oordelen over Satan. Zo. Een anekdote, dit is echt gebeurd. Er was een bedrijf. En dat had een negatieve verlies- en winstrekening. En de bank die moest maar geld in blijven pompen. Want als de bank dat niet zou doen, dan zouden ze de lening die ze verleend hadden kwijt zijn. Dus de bank dacht, oké, nog een beetje meer, nog een beetje meer, nog een beetje meer, want anders zijn we alles kwijt. Dan is een man van KPMG, Kleinveld, Piet Marwick, Gerdeler, KPMG, een man van KPMG, en hij werkte toen voor KKC, dat was Kleinveld Kraaienhof, nog iets anders, maar dat werd KPMG. Ja, die werd erbij gehaald. En die ging praten met alle medewerkers. En ontdekte dat een of andere kerel die daar de hotshot was. En dat was ook nog een kennis van hem. Dus bij die KPMG-accountant heb ik in zijn huis gezeten, met een glas, en je mocht roken daarbinnen, was geen probleem, hij rookte ook. Uit de IBM computer, een kutapparaat. En wat bleek nou? Dat al die goede ideeën die die kennis van hem had gehad, die kwamen af van die ondergestelde. Dus subordinate. En toen heeft die KPMG-man onder andere voorgesteld om de manager in kwestie, die vriend van hem, een andere functie te geven en die ondergestelde naar boven te bewegen. Ja. En toen ging de omzet omhoog. Zo hard is de wereld. Die boelkrapperij, al die mensen die zeggen, ja, blablabla, dat gaat er allemaal aan. Een leugen. Je kan wel liegen en die komt uit. Behalve als je hem echt weet vol te houden. Ja, dat lukt alleen maar bij kleine leugentjes. Witte leugens heet het wel. Op zijn Engels. White lies. Dat mag. Maar je kan niet liegen tegen God. Of je bent van de apen afgestampt. Dat heb ik ook best. Dan maken we van jou een broodje. Je kan niet liegen tegen God. Dat kan je niet in je linkerteen halen.
En dat besef is eng. Er staat Osho. Hey Marco. Of zou ik die eraf halen? Ja? Nee, je moet even. Nee, ik vind het eigenlijk best wel leuk dat er nog een heleboel van die rotzooi opstaat. Ai. Oh ja, ja, ik volg. Weet je zeker dan? Weet je het volgt? Ja? Nou ja, dat is mooi. Dan hoef ik in ieder geval niks te doen. Ik hoef dus niet die uitzendingen allemaal. Dat kan ik wel doen. Je hebt zo'n batch delete action. Dan klik ik ze allemaal aan. 190 staat er nog op. Nieuws 190. Ik pak hem er even bij. Ik ga even proberen. Ik pak een Google incognito venster. En doe ik. Wat zijn nou? Welk nummer? Nieuws? En dan? Wacht eens even. Dan moet ik even een andere. Dan moet ik even iets anders opzetten. Een andere telefoon aan pakken. Want dit is gewoon hoe noem je dat? Een. Ja, het is absoluut. Ja. Landline. Ja. Ja, dus, de landline is tegenwoordig ook via het internet. Dus, Maar welk nummer was het? Ik ga even kijken gewoon of wij. Want wij hebben hele leuke uitzendingen gemaakt. Die echt humoristisch waren. In de zin van tumor. Ja, gewoon weer even. Ontzettend. Oké, maar welk nummer was het nou van die nieuws? Ik wil graag jou nou eerst op de speaker zetten. Ja, doe maar op de speaker, maakt me niet uit. Maakt me niet uit. Dat lijkt me een goed idee. We houden contact, ja. Niet ophangen, want het. Tegen elkaar praten over ja. Hoe we dat, die communicatie gaan regelen. Maar doe je best. Ik geef je 20 seconden. Trouwens, Marco. Je hoort me goed, hè? Dat is een heel gedoe. Ja, er is iets aan de hand met Skype en. Ik ben trouwens aan het opnemen. Dat maakt niet uit. Claudia. Ja, dus je hebt misschien best wel goed opgenomen, want. Waarom bellen Skype? Ik
Nou, wat belangrijk is... Jouw vraag is duidelijk. Het antwoord is... creativiteit is noodzakelijk. En ben jij creatief? En ben jij creatief? Oh, sorry. Dan heb ik op de verkeerde deur geklopt. Ja, natuurlijk ben je creatief. Wat is dat nou? Anders ben je helemaal niks. Coole opmerking. Maar heb jij, maar even een vraag. Welke nieuwsuitzending vind jij humoristisch? Ja, te gezwellig. Heb jij een favoriet? Dan ga ik daar even reclame voor maken. Via Google Hangouts bedoel je? Dat vind ik prima. Ja, geef me even 15 seconden. En dan bel ik jou via Google Hangouts. En ik wil wel dat jij gaat leren om naar je eigen stem te luisteren. Ja, maar ik vind dat belangrijk. Professioneel, amateuristisch. 20 seconden en dan heb ik mijn koptelefoon op en dan kletsen we verder en dan maak je weer een opname. Ja? Okidokie. 20 seconden. Nou mensen, dit was de tweede onderbreking. Eerder hebben we Claudia gehad en die belde ook altijd als ik met Marco in gesprek was. En nu belt Marco terwijl ik aan het afsluiten ben. Hartstikke fijn dat jullie geluisterd hebben naar mijn lezing van Matteüs 20. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lievers. Even kijken of het goed gaat.